Dit was zondag in de avonden daarna het beeld voor de flat van Benno L. De pedoseksueel uit Den Bosch heeft zijn straf uitgezeten en woont sinds vorige week in Leiden. Boze burgers willen dat hij daar verdwijnt. Maar de mensen die vooraan staan, die hebben Benno niet in hun buurt. Ze wonen zelf namelijk 5 kilometer verderop, in Leiden-dorp. Ik vind zelf, of je nou in Leiden-dorp woont, Den Haag, waar dan ook, mensen moeten gewoon massaal opkomen voor de kleine kinderen. Ik vind het een beetje te veel heisa. Dat had allemaal stil, in stilte kunnen zijn. Nou, een beetje verdreven. Die mannen moeten rechts worden. He? Ja, dat snap ik, maar dat vind ik mensen die hun hoofd in het zand steken. Welk slachtoffertje heeft er hierna weer last van? De club wordt aangestuurd door de Dutch Brotherhood, een motorclub uit Leiden. Omdat hun wat agressiever overkomen, dat komt wat heftiger over, wat duidelijker. Wij komen voor onze kleine kinderen op. Wat ze willen is duidelijk, dat de Tweede Kamer een keer aandacht besteedt aan de steeds terugkerende problematiek. Geestelijk gehandicapten worden ook in een instelling gezet omdat die gevaar zijn voor de samenleving. Dus dit soort mensen zijn ook een gevaar voor de samenleving. Dus waarom worden die steeds teruggeplaatst tussen de mensen en de kinderen? Maar met een discussie in de Tweede Kamer is het huidige probleem Benno L. nog niet opgelost. Daarom blijven ze demonstreren. Ook al riep gisteren de moeder van een slachtoffer op om daarmee te stoppen. Ik zou op willen roepen dat al die posters verdwijnen. Daar staat een meisje op wat voor de mensen hier wel herkenbaar is. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het vervelend is voor die kleine kinderen om de poster weer te zien. Maar ik hoop ook eigenlijk dat de moeder begrijpt dat hier een keer wat aan gedaan moet worden. Dus je zegt de posters waar wij mee lopen, die blijven in ieder geval, de protesten blijven. Ja, de protesten blijven, de posters blijven. Burgemeester Lenferink besluit vrijdag of de geplaagde pedoseksueel nog wel in Leiden kan wonen, nu iedereen dat weet. En dat ga ik hierbij bekendmaken, dat burgemeester Lenferink zorgt dat hij zaterdagochtend om 8 uur de stad Leiden uit is. Gaat het niet op zijn manier, dan gaat het op onze manier. Het is grof gezegd, maar de stad uitzetten, dat kan natuurlijk niet. Maar we zullen wel doorgaan tot hij daar zelf niet meer zal willen blijven wonen. Dus eigenlijk wegpesten? Eigenlijk wegpesten dan, ja. Maar ja, dat wordt ook met mensen gedaan die iemand te asociaal vindt. Dus waarom niet met pedofielen?